Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we FIFA spelen in de trein en gaan we een dagje naar Antwerpen. Abonneer je op mijn YouTube kanaal en op mijn Instagram. En zorg ervoor dat we op deze video de 1000 likes halen. Hallo mensen, deze video is in samenwerking met Ozone.one. Heb je iemand nodig voor een professionele videoclip, YouTube video, etc. Dan moet je bij hem zijn. Hij heeft de beste kwaliteit voor de beste prijs. Check zijn Instagram hier. En check it out. Wow. Voor de mensen die zich afvragen, ik heb mijn hand gebroken. Wie kan raden hoe ik mijn hand heb gebroken? 5 euro voor ligeren, ik zweer het. 10 seconden tijd. 10, 9, 8, 7, 2, 9, 3, 1, 0. Fout, allemaal fout. Ik heb mijn hand gebroken, kijk maar. Hier! Ja mensen, ik weet, ik ben dom, maar ja. Hoort erbij. De pitches zijn ready. Waar is die witte kabel? Wie gaat als eerste spelen soms? Wow, willen we spelen even FIFA? Moet je spelen? Ja. Ja? Ah, ik was er. Hey, wacht, heb je de mic aanstaan? Broer, wat ben je? Goedendag, middag. Voel speel je alsjeblieft? Goedendag. Alsjeblieft. Oh. Goedendag meneer. Alles goed? Kijk, nu kom ik back. Ciao. Doe ik niet. Die wil nu tegen mij. Ah, ik ga jouw berichtjes storen. Geen bericht, ja? Dit moet erin. Ik denk 100 wat erin. Gracias Dios, pai. Kleine jongen, yes. Ik moet bijna afstappen. Oh, dan moet de trek af. Wat? Wat? Ik was net in Apple, broer. Hey, weet je dat dat goal was? Hey, wat gaan we nu doen om te beslissen die deze zak moet dragen? Zeg iets. Ik heb goed. Als we stikjes gaan doen, begin die verlies om te dragen, oké? Okay? Mooi. Ja? Steep op PSA. Kom op. Steep op PSA. Hey, tot drie, kom hier. Mijn bon wordt gedrukt, verse in mijn shisha, rook in de lucht. Orgasme 5, ik moet happen naar lucht. Ze geven me max 5 seconden rust, stel af. Gewoon, ik heb tot nu toe maar 1 video geplaatst. En binnenkort meer. Ben je van ML? Ja, maar ik woon niet in België. Gewoon in dezelfde stad? Toevallig. Nee, Menen. Gewoon dit? Ja, yes. We nog opkomen. Voor interview dan zo. Ik weet nog niet. Gewoon entertainment en zo, pranks, beetje. Wees voor jezelf. Ja, wat doen we vandaag? Vandaag?
Allereerst, we hebben FIFA gespeeld in de trein. Dat is een vlog. Ja, snap je? En nu een vlog. Dit is gewoon voor de tweede... Hoe kan je FIFA in de trein spelen? Snap je? We zijn different. Snap je? Dus we moeten iets nieuws brengen naar België. Snap je? Niet... Snap je? Het is goed, blijf doorgaan, man. Consistentie is belangrijk, bro. Succes. Dat is goed, hè. Ciao. Dat was Osaki Yoko. Dikke soldaat. Ja, toch? Ik dacht, misschien ging hij een beetje AC doen. Maar hij is hetzelfde, hoor. Ja, hè? Soldaat. Ja, mensen. We gaan de Bali-kennis van Antwerpen even testen. Ik denk oprecht dat ze echt niks weten over Bali. Laat staan Afrika. Dus we gaan even kijken wat Antwerpen weet over Bali. Ik had er minder naar uit. Ik praat alleen nog voorbij. Oeh, zij maken minder geluid. Oeh, ik had verdiende bescheid. Nu kom ik op allerlei plekken met gekke bestekken. Luister mensen, kijk eens wie ik tegenkom in de trein. Zag je nou, wat is je nou? Zekkele. Hè? Zekkele. Ik wil sowieso veel kinderen hebben, 11 wil ik hebben. Tuurlijk, ik ben Afrikaan hè. Kinderbijslag, de. Oké, de vraag die iedereen wil weten, ja? Ja. Hoe is die date afgelopen? Hebben we nog elkaar geweest? Wat zei je? Hebben we nog elkaar geweest? Ik zeg je eerlijk bro, we hebben gewoon gesproken op Facebook en zo. Ja? Ja, kennen maar. Het was niet mijn ding, maar broer. Ik zeg niet eerlijk. Toen ik na die show, toen op de wees is komen, ja? Broer, veel mensen hebben mij gewaarschuwd. Van? Ik zeg, broer, deze meid is gevaarlijk. Gevaarlijk. Ik hoor je, ik hoor je. Maar fuck, heb je al kinderen? Heb je al kinderen? Nee man, nog steeds niet broer. Kinderbijslag is nog niet gelaten. Ik weet niet als mijn zat zo werkt broer. En wat is die elftal? Waar blijft die elftal? Wacht op die elftal broer. Ja klopt, maar ja broer, als het komt, komt het zijn toch? Als... Hoe ben je daar gekomen? Bro, je gaat er nog zo lopen, man. Ik was toevallig voor mijn deur met mijn badjas. Ja. Was beneden mij is er een snackbar, begrijp je? Ja. Ik was snel gewoon gegaan. En er waren twee koppels gewoon aan het lopen. En die vonden mij gek gewoon omdat ik in de winter met patjes naar buiten kon. Hè? Want ja, daar vonden ze mij grappig. Of eens vroegen ze aan mij, heb je interesse om mee te doen met zo'n programma First Day, dit en dat. Yeah. Ik zeg, ja, waarom niet? Ik was toch single. Ja, ik ben nog steeds single. Oh mijn god. Snap je? Je moet geen regels worden. Luister, we gaan het regelen. Je kan niet single blijven, snap je? Dat moet je voor je doen. Je moet een chip voor je regelen, snap je? We gaan chip voor je regelen, ja man. Is het? We staan echt. Mooi broeder. Oh man, nee. Mensen, jullie kennen wat zij wel van First Date. Je moet het echt keren. Ik zal het wel een keer laten zien. Hij is de kapo, zijn niet de berry, de vissel de ruis. Rolex Roos, hij zit op de post. Twee Adam op een kerst, die zitten in kluis. 2-3 ton, die zitten in kluis. 3-4 M, die zitten in